In Nederland en België zijn veel plaatsen, huizen en bossen te vinden waar je haren van overeind gaan staan. Verlaten plekken waar het schijnt te spoken. In deze video vertel ik je over de meest enge spooklocaties in Nederland en België. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik je vragen om je te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen enkele video zal missen. Nummer 10. Het spookhuis van Sas van Gent is waarschijnlijk het bekendste spookhuis van Nederland. Het herenhuis is gebouwd in 1905 en werd gebruikt als directeurswoning voor de glasfabriek van Sas van Gent. Het is niet lang bewoonbaar geweest. Voordat het gesloopt werd in 2011, door de overlast van spookjagers, stond het huis al tientallen jaren leeg. Volgens de legende is er in de Eerste Wereldoorlog een Duitse agent geëlectrocuteerd in het huis en kwamen er in de Tweede Wereldoorlog Canadese soldaten om. Hun zielen zouden nog steeds ronddwalen op de locatie van het huis. Sinds het begin van de jaren negentig is het huis herontdekt door spookjagers. Het huis werd bezocht door spookjagers over heel de wereld. Ondanks dat het gebouw werd gesloopt in 2011, spookt het nog steeds op de locatie. Er schijnen nevels van geesten te zien zijn. Telefoons zouden uitvallen en er zijn enge geluiden te horen. Ook worden er op de locatie waar het huis stond veel dode kraaien gevonden. Nummer 9. In het bos van Duivelsberg, gelegen in Nijmegen, blijkt het flink te spoken. Er wordt gezegd dat het bos is behekst en dat er rare dingen gebeuren. Vooral bij de zwarte poel waar vroeger heksen werden verdronken. Verscholen tussen de bomen liggen twee bijna onvindbare zwarte waterpoelen, in de volksmond ook wel heksenkolken genoemd. Hier werden vroeger vrouwen die voor heks werden aangezien verdronken. Op de top van een van de drie heuvels werden heksen op de brandstapel gedood. Mensen die er gevoelig voor zijn, merken dat ze worden gevolgd als ze door het bos lopen en men ziet ook lichtjes en dingen wegschieten in het niets. Ben jij hier wel eens geweest en heb je er iets van gemerkt? Laat het weten in de comments. Nummer 8 Klooster het hoompje in Sint Anna ter Muiden. Dit is een locatie waar je sowieso weg moet blijven en niet alleen vanwege de geesten die er rond zouden dwalen. Het verlaten gebouw staat namelijk op instorten. Het dak ligt al beneden op de eerste verdieping en in de vloer zitten gaten waar je makkelijk doorheen zakt. Het pand zag er niet zo uit toen het in 1909 gebouwd werd. Het klooster kwam zelfs redelijk ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog. Tot 1986 diende het gebouw vrijwel altijd als klooster en kindertehuis. De nonnen die daar woonden gaven onder andere onderwijs aan geestelijk gehandicapte kinderen. Er werd ook gefluisterd dat er in het pand veelvuldig kinderen zijn misbruikt. Het pand staat inmiddels al zo'n 40 jaar leeg en volgens meerdere zogenoemde spookjagers spookt het er enorm. Er zouden satanisten en zwarte heksen uit de omgeving van Gent heen gaan om er s'nachts offerituelen uit te voeren. Nummer 7 Verlaten Spookstad in Doel. Net over de grens van Nederland vind je het verlaten stadje Doel. De meeste huizen hebben geen ramen en de meubels staan in de huizen te vergaan. Deze spookstad wordt veel bezocht door Urbexers. Tot het jaar 1970 was Doel een rustig stadje met ongeveer 1300 bewoners. Veel van deze inwoners zijn gevlucht toen de gemeente plannen maakte om de stad in te ruilen voor een grotere haven en kerncentrale. Er hebben drie mensen zelfmoord gepleegd omdat ze het dorp niet wilden verlaten. Het betreden van de huizen is verboden, het is namelijk nog steeds privégebied. Als je doel binnenkomt rijden, staat dit ook op borden aangegeven. Bijna alle huizen zijn van voren ook afgetimmerd. Je komt er dan ook met geen mogelijkheid in. Nummer 6. Het Huis Binnenveld in Huizen staat bij de lokale bevolking bekend als het Spookhuis van Huizen. Het is niet bekend wanneer het Spookhuis is gebouwd, maar het gebouw dateert in ieder geval nog van voor 1586. Rond 1813 kwam het huis met het landgoed in het bezit van de familie Vermaas, die het pand moderniseerde. Het huis was tot halverwege 2008 in het bezit van deze familie. In 2019 werd het huis binnenveld gerestaureerd en zijn in het huis en de bijbehorende schuurappartementen ingericht die je kunt huren. Men zegt dat dit huis is gebouwd op de oude fundamenten van een kasteel en dat er onder het huis nog een gangenstelsel moet lopen. In de oorlog werd er in het huis een Duitser doodgeschoten en er blijken ook twee mensen verdronken te zijn in de kelder van het huis nadat de dijk in 1970 doorbrak. Johan Flemmix, die het huis in 2008 kocht, heeft aangegeven dat er op zolder iets rondwaalt. Er zijn rare geluiden te horen op zolder. Zou jij in deze vernieuwde appartementen durven slapen? Laat het weten in de comments. Nummer 5. De spookboerderij van Brummen is een begrip onder liefhebbers van Hollandse horror. 170 jaar geleden woonde er een familie waarvan de zoon wilde trouwen met een meisje uit het dorp. De familie vond het niet goed. En de zoon had zo'n verdriet dat hij zich ophing aan de grote eikenboom naast de boerderij. Naar verluid doet de geest van de jongen er sindsdien alles aan om de inwoners van de boerderij het leven zuur te maken, wat stopte toen de gehele boerderij in 2009 op mysterieuze wijze in vlammen opging. Het huis heeft honderd jaar leeg gestaan. Tegenwoordig staat er een pannenkoekenrestaurant. De eikenboom waar de jongen zich aan ophing, staat er nog steeds. Nummer 4. Vlak bij de begraafplaats in het noorden van het Gelderse dorp Ede ligt landgoed Kernhem. Ooit een middeleeuws kasteel waar in 1803 het landhuis is gebouwd op de fundering van het kasteel. Geen over het landgoed ligt een pad wat het bos in loopt richting een heuvel. Deze heuvel is een oude wetse grafheuvel waar de inwoners van Ede vroeger rituelen uitvoerden. Bij deze grafheuvel ligt een vreemde opvallende platte steen waar volgens de verhalen vroeger veel offers werden gemaakt. Er wordt gezegd dat als je om klokslag 12 uur, tijdens volle maan, een naald in de steen zou steken, dat je een druppel bloed uit de steen ziet druppelen. De locatie krijgt ook regelmatig bezoek van witte wieven, volgens de oude legende. Het verhaal staat zelfs in de Suske en Wiske. Nummer 3 De Spookboerderij in Spijkenissen Op deze boerderij in Spijkenissen is enkele jaren geleden een gasexplosie geweest. De bewoners, huisdieren en paarden zijn hierbij om het leven gekomen. De inwoners nabij de boerderij geven aan dat er rare dingen gebeuren als je in de buurt komt van de plek van de boerderij. Ze horen vreemde geluiden en voelen dieren tegen zich opspringen wanneer ze dichter bij de boerderij komen. Nummer 2. Het bezeten huis in Brugge. Dit spookhuis heeft een angstaanjagend verhaal. Lang geleden. Was dit huis een klooster met nonnen? Onder dit gebouw zijn gangen die leiden naar de overkant. Op een dag werd er een monnik smoor verliefd op een non in het klooster. Toen de monnik erachter kwam dat er tunnels waren die naar het gebouw liepen, gebruikte hij die tunnels om stiekem de non te bezoeken. Hij verklaarde haar de liefde maar, zij had geen interesse waarop hij haar neerstak. Tot de dag van vandaag schijnt de monnik nog rond te zwerven in het klooster om zijn spijt te betuigen. Hij heeft veel spijt dat hij zijn grote liefde heeft neergestoken. Nummer 1: Het kasteel van Noisy, ook wel bekend als Château Miranda, was een van de favoriete plaatsen van een urban explorer of een spookjager. Echter was het kasteel niet meer veilig en was er een serieus instortingsgevaar. Het kasteel van Noisy werd gebouwd in 1866. Het was een kamp voor kinderen met een mentale handicap en kinderen die mentale hulp nodig hadden. Ze boden deze kinderen daar onderdak en voedsel. Het kasteel werd het kasteel van Noisy genoemd omdat je er kinderen zou kunnen horen huilen of op een enge manier kan horen lachen. Sinds 1991 kwam het kasteel leeg te staan en werd het kasteel veel bezocht door spookjagers over de hele wereld. Het kasteel was op een gegeven moment zo vervallen dat het in 2016 gesloopt is. Ben jij wel eens op een van deze plaatsen geweest? Of ken jij nog een angstaanjagende locatie? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje zodat je geen enkele video hoeft te missen.